Vertrouwen leidt vaak tot ontspanning. En je kunt mensen het beste beïnvloeden als ze ontspannen zijn. Een burn-out is natuurlijk niet iets wat ineens je overkomt of wat toeval is. Hè. Je wil er eigenlijk naartoe dat jij in je werkweek alleen maar datgene doet wat jij absoluut zou moeten doen, wat jij het beste kan. 5 ondernemerslessen in 20 minuten. Dat is het format van dit programma met vandaag inzoomen op wat het is om een serieondernemer te zijn. En dat ga ik doen met mijn gast Tony Loorbach. Tony, van harte welkom. Dankjewel. Ja, ik heb altijd een hele rare associatie met het woordje serieondernemer. Ja, ja. Je denkt aan seriemoordenaar. Ja. Ja, dat heb ik ook heel vaak. Ja, ik moet een beetje wennen aan de term. Wat houdt het in jouw ogen? Dat je meerdere bedrijven hebt. Ja. Ik noemde mezelf altijd ondernemer en nog steeds wel. Ja. Alleen vind het toch wel leuk om het onderscheid te maken dat je er inmiddels een sport van maakt om meerdere bedrijven groot te maken. Ja. Dat zit net in dat woordje serie. Ja, en hoeveel heb je er inmiddels? 6 nu en een 7e in opstart. Dus het begint een beetje een verzameldrift te worden. Ja, wat is daar zo leuk aan? Nou, er zit wel een nuance in. Ik ben ooit gewoon met 1 bedrijf gestart. Destijds de Internet Marketing Unie. En dat heb ik nog steeds. Alleen vanuit dat bedrijf heb ik verschillende producten ontwikkeld. Mm. En heel veel van die producten zijn de softwareproducten. Die zijn zo groot geworden dat het op een gegeven moment logisch werd om ze naar een eigen bedrijf te verplaatsen. Mm. Zodat ik ook specifiek kon partneren met de jongens die software hadden gebouwd. Ja, ja. En als je daar helemaal mee bezig bent, dan wordt het op een gegeven moment logischer om een soort van paraplu van bedrijven te bouwen. Dus het zijn ook allemaal bedrijven die onder die IMU hangen. Ja, ja, en precies. Allemaal in hetzelfde vakgebied. En het vakgebied, is dat online marketing? Online marketing, ja. Wat is dat voor jou? Online marketing is het internet gebruiken om je producten aan de man te brengen. Ja. Heel kort samengevat. Ja. Ja. Dat ga jij verder verdiepen aan de hand van 5 lessen die je hebt meegenomen. En ik denk ook wel een stukje breder dan alleen maar online marketing. Ja. Maar laten we met de eerste beginnen. Marketing is herkenning. Ja. Vertel. Nou ja, je vroeg mij om lessen, vond ik best wel moeilijk. Maar ik denk, dit is een hele samenvattende waar heel veel in zit. Want kijk, ik leer ondernemers onder andere hoe ze hun website zo moeten inrichten dat die website ook daadwerkelijk resultaat gaat opleveren. Dus een website is niet een visitekaartje, maar is echt een marketingmiddel, een marketingmachine. En ik heb de afgelopen jaren geleerd, want ja, ik doe dat sinds 2007. En dan heb ik honderden, duizenden websites voorbij zien komen en waar de meeste website-eigenaren gewoon de meeste moeite mee hebben is om überhaupt gewoon die connectie te maken met een bezoeker. Mm. Om aan te geven wie je bent, maar nog belangrijker wat je doet. En nog belangrijker waarom iemand daarvoor bij jou zou moeten zijn. Mm. En wij ondernemers hebben zo erg de neiging om over ons bedrijf en over onze producten te praten, maar ons veel te weinig te verplaatsen eigenlijk in zo'n bezoeker. Hè? Waar zit zo'n bezoeker nou daadwerkelijk mee? En marketing is herkenning, is uit de mooiste les van je moeten voor zorgen dat als iemand op jouw website komt of met jou in contact komt, dat ze zichzelf herkennen in jou. Hè? Of dat ze hun probleem herkennen in jouw oplossing. En als die één op één connectie gemaakt wordt, dan ontstaat er vaak een bepaalde magie. En dan kan je iemand ook daadwerkelijk producten aan. Hoe doe je dat concreet? Er ligt dus een tipje van, wat moet ik dan doen? Want richt jij je met name op de kleinere ondernemer in de zin van ZZP'ers, maar ook MKB'ers? Of zit jij ook echt bij hele grote organisaties met jouw advies? Nee, het zijn meestal gewoon zelfstandige ondernemers. Ook wel MKB, niet de hele grote bedrijven. Of heel incidenteel, maar kijk, om een voorbeeld te geven, stel je hebt een webshop en jij verkoopt hardloopschoenen, ik noem maar iets. En er zou iemand naar Google toe gaan en die zou heel specifiek zoeken op, ik wil graag gele hardloopschoenen van Nike voor dames. En die typt dat helemaal in Google. Dat is heel specifiek. Als zo iemand met zo'n zoekopdracht dan op jouw website komt en jij zegt wij verkopen schoenen, dat is heel breed. Dus dan is er niet een één op één herkenning. Maar heb jij op je homepage staan van wij zijn de nummer 1 specialist in gele hardloopschoenen van Nike voor dames, dan heb je die 1-op-1 herkenning. En dan bereik je wel een minder grote massa, maar de mensen die je bereikt, die zijn zo specifiek aansluitend relevant dat de conversie, het aantal mensen wat koopt, veel hoger is. En dat principe wil je eigenlijk op je hele business toepassen. Maar dat betekent dat je, hoe moeilijk is dat? Dat is heel moeilijk. Want dan heb je niet 1 websiteje. Jawel, maar het begint met keuzes durven maken. Ah. Maar het is zo moeilijk, want weet je, wij mensen, wij hebben een soort van aangeboren verliesaversie. We hebben een veel grotere angst om iets te verliezen dan dat we de ambitie hebben om iets te winnen. En we zijn als ondernemer ook altijd als de dood dat er iemand op onze website zou komen die misschien wel interesse zou hebben in ons product, maar die zich niet aangesproken voelt. Mm. Dus daarom houden we onze boodschap altijd het liefst zo breed en algemeen mogelijk. Mm. Omdat we bang zijn om iemand kwijt te raken. Mm. Maar daar zit juist vaak het verlies. Hè? Want als je tegen iedereen praat, dan praat je eigenlijk tegen niemand. Nee.
keuzes maken. Dus, maar het betekent ook met de technologie van vandaag dat je je website meerdere gezichten kan geven. Want ik kan me wel voorstellen dat ik een website heb en ik verkoop wel van alle handschoenen. Ja. Alleen ik wil, als jij met die vraag bij mij komt, dan is mijn buitenkant wat anders als dat iemand anders met een andere vraag komt. Ja, het principe van landing pages of hoe je het dan ook wil noemen. Klopt, en dat is de statische kant. Hè, van iemand zoekt op een zoekopdracht en die komt op een specifieke pagina op jouw website die daarover gaat. Mm. Het gaat natuurlijk wat breder dan dat. Het is... als jij bijvoorbeeld net als ik gewoon ook coaching verkoopt, hè, of begeleiding, dan is het vaak niet het specifieke product wat mensen bij me kopen, maar ze kopen meer de expert die erachter zit, hè, of de ervaringsdeskundigheid. En als ik een verhaal vertel, bijvoorbeeld ik geef een online marketing training en ik geef aan welke kansen er liggen in de markt of welke uitdagingen ondernemers hebben, en ze herkennen zich in dat verhaal of ze herkennen zich in mij, in mijn ondernemersverhaal, dan wordt daar ook vaak een connectie gemaakt. Ja. En dan is ook de kans dat ze met mij in zee gaan ook weer groter. Dus het is niet alleen herkennen, maar het is ook raken of zo. Ja. Of een connectie maken echt. Klopt, maar het is eigenlijk in herkenning schuilt een stukje vertrouwen. Hè? Als jij iets herkent, het komt je bekend voor, dan voel je daar vertrouwen voor. Ja. En vertrouwen leidt vaak tot ontspanning. En je kunt mensen het beste beïnvloeden als ze ontspannen zijn. Mooi. Les 2. Ondernemen is investeren. Waarin? In het liefst in de lange termijn. Denk sowieso... Kosten gaan altijd voor de baat uit. Dat zul jij als ondernemer ook weten. Yep. Daar begint het altijd mee. Alleen, ik ben vanuit het verleden ook wel een ondernemer geweest die heel vaak naar korte termijn heeft gekeken. Door gewoon mijn producten te verkopen. En dan kwam de omzet binnen. En als de omzet maar hoog genoeg was, dan was ik blij. Mm. Maar dat was altijd een eenmalige omzet. En ik merkte aan mezelf, van je moet wel echt ruimte maken voor een stukje continuïteit in je bedrijf. Een stukje consistentie. Dus bij mij zat dat er bijvoorbeeld al in door van eenmalige inkomsten naar wederkerende inkomsten te gaan. Dus door mijn software in abonnementsvorm aan te bieden. En dat is een investering vooraf. Maar dat betaalt zich terug doordat je op de lange termijn gewoon je inkomsten hebt. En daar wordt het meer een bedrijf van. En toen ik dat niet had, toen was het meer een onderneming. Maar investeren gaat ook in bijvoorbeeld in cultuur. Investeer ik heel veel in. Om een familiesfeer te creëren met mijn team. Zodat mensen ook weer gelukkiger worden. Zodat ze daar weer productiever door worden. En uiteindelijk weer meer bijdragen aan de business. En ja, dat kan je eigenlijk op alle fronten toepassen. Van wie heb je dat geleerd? Ja, door schade en schande in eerste instantie. Maar... Welke schade en schande? Nou, ik heb ook wel een moeilijk jaar gehad. Ik ben 2010 ondernemer geworden. 2015 was voor mij echt een rampjaar. Ik heb echt jaren op rij gehad van omzetrecord naar omzetrecord. En ja, super succesvol. En toen in 2015, toen stuitte ik op een dipje. Toen merkte ik dat ik had mijn software opnieuw een naam gegeven, een nieuwe software uitgebracht. En daar moest de markt heel erg aan wennen, waardoor de verkopen stilvielen. Want mensen houden wel van verbeterde producten, maar niet zo van nieuwe producten. Dus mijn inkomsten vielen stil, maar ik had nog wel iets van 1000 klanten die al mijn software hadden gekocht, ooit voor een eenmalig bedrag. En die nog wel support en onderhoud van ons kregen, maar die daar geen euro meer voor betalen. Dus ja, ik had een bedrijf met 40.000 euro kosten per maand en 0 euro inkomsten. Ja, en als je dat maar lang genoeg doet, dan... Maar dat hoef je niet eens zo lang te doen. Nee, dan gaat het buffertje gaat heel snel weg. Oh. Toen realiseerde ik me wel van, oké, het was misschien al die tijd was het niet een succesvol bedrijf, maar was het de illusie van een succesvol bedrijf, omdat er zoveel cashflow was. Hè? Maar eigenlijk was het meer een onderneming dan een op zichzelf lopend bedrijf. En dat had persoonlijke stress ook toch behoorlijk tot gevolg? Want je bent ook een tijdje echt wel even omgevallen. Ja, wel een burn-outje gehad. Ja, ja, ja. En financiële stress is en, daar... En is dat een goed moment om nieuwe plannen te maken? Moet je er dan eerst uit? Nou, coach van mij zegt altijd, je moet het dak repareren als het droog is. Ja. Maar ja, daar heb je dan meestal niet zo'n zin in. Nee. Maar nee, dat is niet een goed moment. Maar je wordt wel geforceerd om andere keuzes te maken. Hè? Kijk, een burn-out is natuurlijk niet iets wat ineens je overkomt of wat toeval is. Hè? Het is nee. Je hebt een bepaalde strategie gehad in je leven. Voor hoe je met je slaap en je gezondheid en je stress en loslaten omgaat. En die strategie die je hebt gekozen, die leidt onlosmakelijk tot die burn-out. Ja. Dus als je daarna precies dezelfde strategie gaat volgen, ga je weer naar een burn-out. Dus je wordt geforceerd om andere levenskeuzes te maken. Ja, ja. En daar hoorde dit bijvoorbeeld ook bij. Ja, precies. Ja. Les 3, als je niet, nou ja, prachtig bruggetje. Als je niet los kunt laten, kun je niet groeien. Ja. Wat heb je allemaal losgelaten als je dan terugkijkt naar die tijd om daarna te kunnen gaan groeien? Nou, ik was, of ik wil zeggen was, ik ben best wel een control freak. En ik denk dat de meeste ondernemers dat wel zijn. Je hebt gewoon een behoefte om meer controle op je eigen inkomen of uren of op je eigen werkzaamheden te hebben. En dat is vaak ook een reden waarom je ondernemer wordt. En dat is je grootste kracht. Maar
zodra een bedrijf groter moet worden dan dat je zelf bent, dan wordt dat je grootste zwakte. Dus je moet dingen gaan loslaten. En ja, je kan gaan delegeren door te zeggen van nou, ik geef mijn werk aan iemand anders en dan beschouw ik dat als armen en benen. Maar dan zie jij er nog steeds op toe. Hè? Dus je doet nog steeds dat andere werk. Dat is ook waarom het zo moeilijk is om uit te besteden. Want je wordt er heel veel drukker van. Omdat je nog steeds 4 of 5 banen doet. Ook al zit iemand anders aan de knoppen. En als je in staat bent om het echt helemaal los te laten. Dus iemand anders het vertrouwen te geven. Dan maken zij het vaak groter dan dat jij het zou kunnen maken. Hè? Of zelfs nog beter. Omdat ze zich kunnen specialiseren. En kunnen focussen op dat ene stukje van de business. En dan gaat een bedrijf groeien. En wanneer heb je dat voor de eerste keer gemerkt? Dat je dacht als een soort van kick van, verrek, dit mechanisme werkt? Ik denk in de burn-out fase. Dat was wel... Toen moest je wel loslaten. Moest ik wel loslaten. Ja, ik kan me herinneren dat ik een keer een hele dag op kantoor heen en weer heb gelopen. Omdat ik had 's ochtends om 9:00 besloten dat ik 's middags om 4:00 spontaan live wilde gaan. Destijds op Periscope, dat is nu Facebook Live. Ja. En ik kon gewoon niet beslissen of ik dat in mijn eigen kantoor zou doen of in het kantoor ernaast. Echt? En dan ben ik van 9:00 ochtends tot 4:00 middags heb ik heen en weer gelopen. En toen zei Chris, een van de jongens op kantoor, zei, wat ben je nou aan het doen? Dus die had zoiets van, nou, doe maar even wisselen, jongen. Dat was het vastlopertje. Dat was het vastlopertje, oh, ja. Erg. En, raak je dan niet in paniek in je hoofd? En je denkt van, what the fuck is hier aan de hand? Ja, maar je krijgt er geen grip op dat je gewoon geen beslissingen meer kan maken. Of je zit een nieuwsbrief te schrijven voor de volgende dag en je bent om 6:00 s'avonds begonnen. Op een gegeven moment is het 2:00 s'nachts en je hebt 1 zin. En die zin is ook nog niet goed. Ja, ik moet erom lachen. Dat is heel erg. Maar dat is wel het moment dat je denkt van, oké, nu moet ik het wel loslaten. En ik merkte toen ineens hoe goed dat eigenlijk ging. Ja. En dat heb ik ook als wij zitten met kantoor op de gracht. En dan kijk ik links, dan zie ik 10 bedrijven. En rechts zie ik 10 bedrijven. En die zijn allemaal bedrijven die allemaal heel goed draaien zonder dat ik daar ben. Raar eigenlijk. Dus het kan eigenlijk wel. Ja. En dan realiseer ik me wel van, ja, je kan dat niet allemaal vasthouden. Dat zo heeft de natuur dat ook helemaal niet bedoeld. Dus het werd gewoon opgepakt. Want hoe lang ben je uit de running geweest, zeg maar? Is dat echt een lange tijd geweest? Of gewoon een kwestie van weken of maanden? Of? Nou, verspreid. Over een paar maanden, zeg maar, eigenlijk niet echt kunnen functioneren. Ja. Ik denk vol jaar bezig geweest met revalideren. Maar tussendoor werkte ik dan wel. Ja. Dus wat heb je echt aangepast? Als het gaat om loslaten, structureel? Ja, dat is lastig te zeggen. Maar het is toch binnen het team. Je leert beter relativeren. He, dus je hebt heel erg de neiging om alle werk wat ooit op jouw bureau lag, om dat je toe te eigenen en dat vast te houden. Dat is eigenlijk heel raar. Van, ik heb niet een bedrijf, ik start een bedrijf en vervolgens wil ik dat vasthouden. En dan in het bedrijf ontstaat er klantenservice. Nou, dat begint met een half uurtje op een dag. Op een gegeven moment is het 8:00 op een dag. En dan, omdat het er is, wil je dat dan niet meer kwijt. Hou je dat dan vast. Dat is eigenlijk heel raar dat je dat hebt. En als de hele dag alles belangrijk is, ja, dan is eigenlijk niets echt belangrijk. Ja. Dus ik ben op een gegeven moment gaan kijken van, wat zijn nou de dingen die ik structureel zou moeten doen? En bij mij is dat eigenlijk alleen maar de contentcreatie. Ja. De boeken schrijven, video's maken, spreken, mensen inspireren. Dat zijn jou, wat iemand wel eens noemde, de gouden uren. Die maakten het onderscheid tussen je hebt gouden uren, zilveren uren en geloof ik lode uren. Ja. En vaak blijkt je 80% van je tijd eindigen met de lode uren, waar heel weinig toegevoegde waarde in zit van wat je echt in de kern toevoegt. Ja, en je wil er eigenlijk naartoe dat jij in je werkweek alleen maar datgene doet wat jij absoluut zou moeten doen. Wat jij het beste kan. Ja. Of sterker nog, waar jij de meeste toegevoegde waarde levert en waar je ook energie van krijgt. Mm. En de rest niet. Dat zou eigenlijk door andere mensen moeten gebeuren. En voor hoeveel procent is dat nu de realiteit geworden? Nou, ik zit er best wel dichtbij. Ah. Ik denk dat er ongeveer 80% zit. Er zijn nog wel een aantal dingen die ik wel doe, waarvan ik het idee heb dat ik die het beste kan in het bedrijf, maar die ik niet per se heel leuk vind. En dat is een beetje confronterend. Hè? Van, ga je die dan uitbesteden of niet? Want uiteindelijk moet iemand ze wel doen. Natuurlijk. En is het zo dat jij dat ook het beste kan, of is het dat jij het vindt dat jij het beste kan? Nou, we hebben heel veel dingen losgelaten waar uiteindelijk bleek dat iemand anders dat veel beter kon. Er zijn nog een paar dingetjes overgebleven waar ik denk, ja, daar heb ik zoveel ervaring mee, dat kan ik beter zelf even doen. Ja, maar het is altijd een ontwikkelend proces. Vrijheid komt voort uit verbondenheid. Ja. Wat wil je daarmee zeggen? Is mijn belangrijkste les, denk ik. Bij mij is dat gekomen toen ik ooit in 2013 ging naar een psycholoog toe, coach Albert Sonneveld toen. En ik wilde dat hij mij ging coachen, gewoon op psychologisch vlak. Omdat ik business het idee had dat ik dat allemaal wel onder de knie had. En ik heb toen bij hem 2 vragen neergelegd waar ik aan wilde werken. 1 was dat controle vasthouden. Van, ik zou wel wat meer willen loslaten. Ja.
En twee was, ik heb heel erg het idee dat ik vaak uit contact ben. Hè? Dus ik ben graag op mezelf. Ik zoek het sociale contact met mensen niet op. En de sociale contacten die ik heb, die hou ik vaak een beetje oppervlakkig. En ik zou wel wat diepere relaties willen aangaan. En hij vroeg toen aan mij, toen ik dat deelde, toen zei hij van, nou, hè, dat, waar komt dat dan uit voort, die behoefte? Ik zei, nou ja, ik heb dan gewoon heel erg het idee dat ik vrij ben. Hè? Echte vrijheid betekent, zoals hij me vroeg, van wat is je definitie? Ik zei, ja, echte vrijheid voor mij is kunnen doen wat ik wil, wanneer ik het wil, zo vaak ik het wil, zonder daarbij ook maar enige vorm van verantwoording af te hoeven leggen aan iemand anders. Ja, dat is heerlijk. Ja, ik zit van herkenning te grijnzen. Ja, ja. Het is geen verantwoording afleggen. Nee. En hij zei toen van, nou grappig, mijn definitie is dat ik in mijn leven voor de volle 100% akkoord mee ben. Dat ik mijn hele leven volledig afhankelijk ben van andere mensen. En jij dacht, huh? En denk ik, oh, dat is precies hetzelfde. Ja. Ja. En hij zei, ja, maar kijk om je heen, man. Weet je, de stoel waar je op zit, het eten wat je in je maag hebt, de normen en waarden in je hoofd. Alles is door andere mensen. Hij zei, het kost een mens veel meer energie om uit contact te zijn dan om in contact te zijn. En de illusie dat als je maar onafhankelijk bent, dat je dan vrij zou zijn, dat is het helemaal niet. Hè? Heel veel mensen denken dat elke vorm van verantwoordelijkheid of afhankelijkheid, dat een indamming van de persoonlijke vrijheid is. Maar dat is het niet. Het is juist als je accepteert dat je niet zonder andere mensen kan, dan leef je eigenlijk in vrijheid. En ik dacht, oh, dat is wel echt heel lekker. Want dan zou ik een team om me heen kunnen bouwen aan wie ik de controle geef. En van wie ik durf te accepteren dat ik van hen afhankelijk ben en dat we daarom de verantwoordelijkheid samen dragen. Mm-hmm. En dat heb ik eerst in het team gedaan. En daarna hebben we dat ook in onze klantenkring gedaan. Dus we hebben klantenservice van mailings, hebben mailtjes beantwoorden, hebben we omgevormd naar een eigen klantencommunity, waar mensen meer met elkaar in contact zijn. En zo hebben we de bedrijfsnaam of de bedrijfsslogan ook omgevormd naar in vrijheid verbonden. Ja. En dat is eigenlijk het principe wat we nu willen. Ja. En we zien dat ook bij ondernemers, dat als wij ze alleen maar online marketing tips geven, alleen maar software, dat de kans dat ze daarmee succesvoller worden veel minder is dan wanneer ze met andere ondernemers aan het connecten zijn. Hè? Of de ervaringen delen of elkaar vragen kunnen stellen. Dat is ook een essentieel onderdeel geworden van de functionaliteit van jullie community software. De huddle, dat je dat niet alleen je content kan publiceren, maar absoluut dat community gedeelte eraan vast. Nou, dat is daar per ongeluk uit geboren. Ja. Want wij hebben die software gebouwd voor eigen gebruik. Ja. Toen bleek er zoveel vraag naar te zijn dat we het zijn gaan vermarkten. Ja. Nu zijn er 500 communities in Nederland online met onze software. Er zitten 440.000 mensen in die via onze software dus met elkaar in contact komen. Dus mijn grootste zwakte om uit contact te zijn, dat is nu een succesvolle business geworden. Dus hij is een beetje omgedraaid. Goeie coach. Ja. Zie je hem nog? Heel veel, ja. Ja? Ja. Ja, we samen een podcast, dus we zien elkaar regelmatig als we dat opnemen. Maar eigenlijk elke week wel contact. Waar heb je het dan over? We beantwoorden gewoon elke week een vraag van een ondernemer over psychologie. Dus hoe kom ik af van mijn piekeren? Hoe kan ik beter naar mijn lichaam leren luisteren? Ik heb nogal last van besluiteloosheid. Hoe ga ik daarmee om? Zeg maar dat soort existentiële vragen. Daar sparren we dan met z'n twee over. Fysieke en mentale conditie gaan hand in hand. Ja. Ja, je kan ook zeggen, nou, dat hoef ik niet toe te lichten. Maar wat betekent dat voor jou? Nou, het was voor mij minder logisch, denk ik, dan dat ik dat vroeger vond. Natuurlijk, ja, als je veel sport en je bent fit, dan kan je een dag langer volhouden. Hm. Maar ik heb natuurlijk ook het tegenovergestelde gemerkt in mijn burn-out. Om daarvan af te komen, ben ik dan met een personal trainer gaan werken. Ja. En toen had ik ineens, stevast 3 tot 4 keer in de week, had ik mijn trainingssessie. Ja. En toen merkte ik gewoon ineens hoe goede graadmeter dat was. Dat als ik gestrest was of ik had een drukke week gehad, dan kon ik gewoon in zo'n training merken dat mijn trainer zei van, oh, je bent 22% minder sterk dan vorige week met precies dezelfde oefening. En dan dacht ik van, dat een enorme impact zo'n stresslevel maakt. En ik merk nu van, ja, als je meerdere bedrijven hebt en je voegt alleen maar datgene toe aan het bedrijf wat jij zou moeten doen, dan vraag je altijd heel veel van je eigen concentratievermogen. Want de taken op een wat lager niveau of de puur reactionele taken, die heb ik allemaal niet meer. Mm-hmm. Dus het zijn altijd meetings, beslissingen nemen, creatieve processen. En dat kan je niet volhouden als je fysiek niet fit bent. Want dan merk je op een gegeven moment dat, dan is het 2 uur 's middags en dan is het gewoon op voor die dag, je concentratievermogen. Terwijl je nog uren genoeg hebt. Ja. En dat heb ik wel heel erg kunnen oprekken door op een hele verantwoorde manier met mijn lichaam om te gaan. Mm. Maar dat is niet alleen sporten, dat is ook eten. Dat is gewoon het totaal concept van gezond omgaan met je lichaam.
Ja, dus nou, sport is wel de leidraad. Ja. En weet je, dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld in mijn team dan heel belangrijk vind. Ja. Omdat van het een een beetje het ander komt. We zijn ooit begonnen, 2,5 jaar geleden, om dan elke maandag van 4 tot 5 met z'n allen te gaan sporten. Mm. Nou, er werd in het begin al een gemengd enthousiast op gereageerd. Want ze kregen dat als kerstpakket. Maar... Nou ja, een beetje gaat iedereen dat toch. Ja, elke maandag, je begint toch wel met een fanatieke sportsessie je week. Ja. Waardoor je de rest van de week het ook beter wil doen. En ja. Dus je gaat wat gezonder eten, je gaat de rest van de week ook meer sporten. Omdat je hard gesport hebt, val je eerder in slaap. Alles hangt met elkaar samen. Voor mij is het echt essentieel. Ik moet gewoon die 3 sportmomenten in de week hebben. Ja. Dan gaat alles top. En als ik die laat vallen, dan gaat het heel snel in een spiraal omlaag. Geweldig. Dankjewel voor jouw ondernemerslessen, Tony. En heel veel succes wat je de komende jaren nog allemaal gaat doen. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken naar weer 5 boeiende ondernemerslessen van een boeiende ondernemer. Kijk voor meer op CWD-TV, kijk op YouTube of luister naar onze podcast via alle grote podcastplatformen. Voor nu, dankjewel. Hoi.